We hebben afgelopen week echt meer dan 700 euro uitgegeven. Nou, ik studeer dus in Leiden, maar veel mensen vroegen ook, waarom studeer je niet in Utrecht? Iemand vroeg ook nog hoeveel tijd besteed ik aan YouTube. Dat is echt een goede vraag, ik heb geen idee. Per tentamen de stof is letterlijk echt 3 keer mijn VWO eindexamen. En dat dan ik. Hoi allemaal en super dat je kijkt naar deze nieuwe video. En vandaag heb ik weer eens een live update. Het is een hele tijd geleden dat ik een beetje jullie heb verteld over mijn leven. En ik krijg zoveel vragen over mijn opleiding. Wat ik ervan vind. Wat het nou eigenlijk is. Dus dat ga ik ook gewoon deze video allemaal bespreken. Dus het wordt gewoon even lekker 10 minuten, 15 minuten kletsen over mezelf. Iets waar ik heel goed in ben. Jullie hebben me ook zat dingen op Instagram gevraagd. Dus volg me ook even op Instagram als je daar de volgende keer ook wil meedoen. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan zeker ook nog even. I would love to have you in my crib. Nou, niet in mijn crib. Dat is mijn huis. Dat is misschien wel een beetje extreem. Maar gewoon wel joining me. Thank you. Als je al geabonneerd bent, doe dan een duimpje omhoog. Helpt ook ontzettend. En laten we dan maar gewoon gelijk beginnen aan het gedeelte van mijn opleiding, mijn school. Als je het niet interessant vindt, ik zal de hoofdstukken hieronder zetten in die tijdsbalk. Dus dan kan je skippen naar het volgende gedeelte. Want ik zal er waarschijnlijk best wel even over praten. En als je dat niet interessant vindt, dan wil ik ook echt niet dat je daarnaar gaat luisteren. Maar zoals de meeste van jullie weten, ben ik dit jaar begonnen aan pedagogische wetenschappen in Leiden. Aan de universiteit. Hoe gaat het ermee? Wat is pedagogische wetenschap überhaupt? Vind ik het leuk? Bla bla bla. Alle vragen die jullie de afgelopen week aan mij hebben gesteld. Als eerste pedagogische wetenschappen. Wat is pedagogische wetenschappen? Klinkt best wel lastig, maar pedagogische wetenschappen is eigenlijk het bestuderen van opvoeding, kinderen, ontwikkeling van kinderen. Het gaat alles over hoe kan je een kind van het moment die geboren wordt totdat die volwassen is zo goed mogelijk begeleiden. Hoe kan het kind zo succesvol mogelijk opgroeien? Dus je kijkt naar verschillende opvoedingsstijlen, maar ook naar gehechtheid, naar wanneer gaat het fout, wanneer gaat het goed, naar verschillende stoornissen van kinderen en hoe je daar zo goed mogelijk mee om kan gaan. Heel veel mensen vroegen me ook, wat kun je ermee worden? Nou, dat is natuurlijk bij de universiteit altijd wel een beetje een groot vraagteken. Op de uni heb je niet zomaar één bepaalde baan die je daarna kunt worden. Maar je kunt heel verschillende kanten op. Je kunt orthopedagoog worden, dus dat je met kinderen met stoornissen aan de gang gaat en ook stoornissen gaat diagnosticeren, zodat je zegt, jij hebt autisme of jij hebt ADHD. Maar je kunt ook in het onderwijs gaan werken. Dus denk aan het behandelen van leerproblemen, dat soort dingen, leermethodes. Maar ook gewoon algemeen pedagoog, dus dat je echt ouders gaat helpen met opvoeden van kinderen als dat gewoon moeizaam gaat. Dus dat is pedagogische wetenschappen. Ik zit in mijn eerste jaar, dus zoveel weet ik er nog niet vanaf, maar ik heb momenteel 4 vakken. Inleiding in de psychologie, inleiding in de pedagogische onderwijswetenschappen, argumentatie en tutoraat. Dus 2 daarvan gaat echt over de theorie en 2 daarvan gaat meer gewoon hoe werk je op de universiteit en hoe werkt dat en wat doe je dan en bla bla bla. En nou, wat vind ik er tot nu toe van? Ik vind het leuk. Ik vind echt dat ik de goede studie heb gekozen. Ik heb nog heel veel thuis. Al mijn hoorcolleges zijn thuis en mijn werkgroep en al op school. Maar goed, ik heb alleen tutoraat, dus ik ben voor 2 uur op school en dat is donderdagmiddag. Voor de rest helemaal niet, maar vind ik niet erg, want ik hou ervan om thuis te zijn. Nou, ik studeer dus in Leiden, maar veel mensen vroegen ook, waarom studeer je niet in Utrecht? Omdat ik dat vorig jaar gedurende zeg maar VWO 6 zei, ik ga in Utrecht studeren. Maar dat heb ik op het laatste moment geswitcht. En dat komt omdat blijkbaar de opleiding inhoudelijk heel erg verschilt per stad, zeg maar. Dus in Utrecht waren ze met pedagogische wetenschappen heel erg gefocust op orthopedagogiek. En bijna iedereen die daar pedagogische wetenschappen ging studeren, ging ook dan orthopedagogiek studeren. Terwijl dat eigenlijk het gebied is in de pedagogische wetenschappen wat ik het minst interessant vind. Ik vind het leuk. Eigenlijk nu zelfs leuker dan ik had verwacht. Maar toen dacht ik echt, dat vind ik echt niet leuk. En in Leiden heb je veel meer ook onderwijs, maar ook veel meer algemene gezinspedagogiek en zo. Dus ja, Leiden was gewoon beter omdat ik daar gewoon veel meer mee kon waar mijn interesse lag. Ik moet nu wel 2 uur reizen als ik naar Leiden wil, dus dat is wel echt top. Maar goed. Gaat zo mee. Iemand vraagt, heb je nu nog veel vrije tijd of moet je continu studeren? Ze zeggen dat je ongeveer 40 uur bezig bent met je opleiding per week. Dus daar zit dan alles in. Dus hoorcolleges, werkgroepen, zelfstudie, alles. Ik ben er denk ik 15 uur mee bezig. En dan als ik een tentamen heb, 20 of zo. Dus dat is wel een beetje niet echt gelijk. Maar goed, nee, ik heb dus nog best wel veel vrije tijd. Ik kan nog best wel heel veel werken. Ik kan nog YouTube doen. Ik doe echt nog best wel veel daarnaast. Dus vrije tijd heb je sowieso veel meer dan op de middelbare school. Maar je moet het wel heel goed bijhouden. Als je niet bijhoudt, dan heb je geen vrije tijd meer. Want dan moet je zeg maar 1 week voor een tentamen gewoon 24 uur per dag gaan leren.
Want per tentamen de stof is letterlijk echt 3 keer mijn VWO-eindexamen. En dat is dan 1 tentamen. En dan volgende week heb je er weer en weer en weer. Dus het is heel veel stof, dus je moet het bijhouden. Maar als je daar, nou ik denk 4 à 5 uur in de week mee bezig bent, dan lukt het allemaal. Dus dat is een beetje waarom ik voor Leiden heb gekozen. Dat is een beetje waarom ik voor pedagogische wetenschappen heb gekozen. Dat is wat pedagogische wetenschappen is. Oké, dat was mijn talk over mijn opleiding. Als er nog meer vragen zijn, drop ze maar even hieronder of stuur me een DM. Want ik zat nog te twijfelen om echt een aparte video erover te maken. Misschien dat ik dat ooit nog wat doe en dan gewoon met tips over hoe je een studie moet kiezen in het algemeen. Laat me hieronder weten of jullie dat willen. En we gaan nu verder met de volgende onderdelen. I love talking about myself. Er zijn ook heel veel lieve mensen die vroegen naar YouTube. En dat vind ik zo lief. Want jullie weten hoeveel struggles ik heb gehad met YouTube. En het geld zit niet met YouTube. En ik heb het slechte nieuws. Ik verdien nog steeds geen geld met YouTube. En het gaat ook nooit meer gebeuren. Heb je deze hele journey niet gehoord? Ga even een paar live updates terugkijken. Want ik ga er niet nu weer helemaal op in. Dat kan ik niet nu. Maar goed, ik verdien dus geen ad revenue geld met YouTube. Dus niet met mijn views. Maar af en toe heb ik betaalde samenwerking. En ik krijg best wel veel gratis kleding. Dus ik zorg een beetje dat ik mezelf daarmee betaal. Omdat ik dan niet meer mijn kleedgeld hoef uit te geven. Dus als je een keer een shoplog voorbij ziet komen, ga hem dan zeker kijken. Want ik doe dit gratis voor jullie. Wat je nu gaat doen met YouTube, dat is ook wel een goeie. Ik heb de afgelopen weken een paar uploads gemist. Dat heb ik doorgehad. Dat hebben jullie doorgehad. Ik heb het soms gewoon best wel druk. En soms heb ik gewoon geen tijd om te filmen. Ik weet dat het een beetje tegenstrijdig klinkt. Aangezien ik net vertelde dat ik niet zoveel tijd besteed aan mijn opleiding. Maar ik heb daarnaast ook nog heel veel dingen. Ik heb mijn eigen bedrijfje waar ik straks een update over zal geven. Ik heb ook gewoon mijn vriend die ook heel veel aandacht nodig heeft. Ik heb mijn vriendinnen. Ik probeer nieuwe mensen te ontmoeten. Het is allemaal best wel druk. Dus ik heb even nagedacht over de komende tijd. En ik heb besloten om 1 keer per week, dus op dinsdag 4 uur, net zoals deze video, te gaan uploaden. En dan af en toe nog een video op zaterdag als ik er zin in heb. Als ik gewoon een keigoed idee heb, weet je wel. Als ik er tijd voor heb, dat is ook wel belangrijk. Iemand vroeg ook nog hoeveel tijd besteed ik aan YouTube. Dat is echt een goede vraag. Ik heb geen idee. Ja, ik denk dat ik per video ongeveer 4 à 5 uur bezig ben. Met filmen, editen, uploaden, thumbnail, bla bla bla. Maar goed, daarnaast komt natuurlijk ook nog de tijd van op comments reageren, comments lezen, analytieken bekijken, Instagram DM's beantwoorden. Dat hoort er allemaal bij. Dus dat is ook nog wel echt ruim 1,5 uur in de week. 2 uur in de week. Dus ik zou zeggen met 2 keer in de week uploaden echt wel 1 uur of 12, 13, 14. Maar 1 keer in de week uploaden, nou, wel ongeveer de helft. En dan mijn update over Yes The Label. Oh my god, het is zo leuk. Ik vind het zo leuk om hierover te praten. Ik denk dat de meesten het wel weten, maar ik heb een small business genaamd Yes The Label samen met mijn vriend Sam. Waarin ik de leukste stationery van Nederland verkoop. Dus bullet journals, planners, schoolspulletjes, kaartjes, notitieboekjes, alles wat je wilt hebben. De laatste paar weken hebben we niet super veel bestellingen gehad. Maar dat komt ook omdat we gewoon echt al best wel een tijdje niet met nieuwe producten zijn gekomen. Dus ik heb het idee dat klanten een beetje zijn uitgekeken op onze oude producten en wachten op een nieuwe collectie. Nou, die komt eraan jongens. We hebben afgelopen week echt meer dan €700 uitgegeven aan een nieuwe collectie. En we hebben echt week en week lopen ontwerpen en het is zo vet geworden. Dit is echt, onze oude collectie lijkt er niks bij. Dus volg ons op Instagram en bekijk de updates. En het gaat super leuk worden. Er komen weer goede kortingen aan met Black Friday. We hebben een super coole planner die eraan komt. Echt, die wil je niet missen. Jouw leven gaat echt perfect gepland zijn met die planner. Maar ook, we hebben dus een bullet journal. Die is ontworpen door een van onze volgers. We hebben een winactie gedaan, waardoor de volgers zeg maar een bullet journal omslag konden ontwerpen. Dus die zit er ook tussen. Echt super nice. Voor de rest, mensen, jullie zijn echt heel lief. Jullie vragen gewoon hoe het met me gaat. Jullie vragen mijn toekomst, hoe het eruit gaat zien, of ik nog uit huis wil. Nou, dat uit huis is op zich wel best een logische vraag, aangezien ik dus zo ver woon van Leiden. Maar momenteel hoef ik gewoon nog niet zo heel veel naar school. En dan ga ik liever 1 keer in de week ver reizen. Dan dat ik daar woon en dat ik al mijn vriendinnen en mijn kat en mijn ouders en zo moet gaan missen. Daarnaast, het is gewoon best wel moeilijk om een kamer te vinden momenteel. Het is allemaal best wel duur. Dus ik denk dat ik nog wel gewoon hier prima zit op mijn zolderkamertje voor nu. Het zou me super leuk lijken. Maar ik denk gewoon dat het nu geen handige tijd is. En ik denk ook dat heel veel leeftijdsgenoten hiermee struggelen. Dus als je even je hart wil luchten over deze stomme wooncrisis. De comments is the place. My DM's is also the place. Dat kan ook. Want het is gewoon best wel ruk nu. Oh, dit is zo lief. Ik heb dus op mijn Insta story gezegd van let me know, wat willen jullie weten? En iemand vraagt Sam met een vraagteken.
That's very cute. Nee, Sam is mijn vriend. En toevallig, vandaag is het 27 oktober. Morgen, 28 oktober, hebben we 2 jaar. Oeh, zo lang. Ik kan echt niet geloven dat dat 2 jaar is. Want het is voor mijn idee nog maar zo kort geleden dat ik hem leerde kennen. En alles. Dus ja, wel echt heel leuk. We gaan morgen vieren naar de McDonald's eraan. Dus dat is echt top. Want we hebben deze maand allebei al veel te veel geld uitgegeven aan terrasjes en eten. Dus McDonald's het is. Dus ja, dat zijn een beetje mijn toekomstplannen. Iets minder YouTube. Lekker geld blijven verdienen met mijn andere werk. Lekker de beste zijn van mijn klas op de universiteit. No, I'm kidding. Sorry, als je dit kijkt en je zit bij mij op de opleiding. Want ik weet dat mensen die bij mij op de opleiding zitten soms mijn video kijken. Hi, sorry. Maar gewoon mijn best doen op de universiteit. Dat is een beter doel. Een miljoenen business maken van je label. En gewoon een beetje mijn ding blijven doen. Dus ja. Voelt dat een beetje connected weer? Ik weet niet. Ik voel me een beetje disconnected met jullie. Ik maak dan wel allemaal video's. En het gaat ook wel allemaal over mij. I don't know. Ik voelde hem niet. Ik hoop jullie wel nu weer in ieder geval. Oké, dat waren alle vragen die ik vandaag wilde beantwoorden. Super bedankt voor het kijken. Echt heel erg leuk dat je helemaal tot hier bent gebleven. Abonneer op het kanaal als je dat leuk vindt. En dan hoop ik natuurlijk dat ik je weer terugzie in mijn volgende video. En dat is dus volgende week dinsdag weer. Ik hoop dat jullie allemaal nog de beste dag van je leven gaan hebben. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Bye guys!